Zo, mijn telefoon wordt even schoongemaakt. Ja. Helemaal goud. En daar staan we weer. Dus kijk, hij heeft gewoon een vuur. Hele goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is zondag 4 september 2022. En het is nu 3:05 in de middag. Ja. Ik ben lekker druk bezig met editen. Ik heb Roa aan de telefoon. Die komt zo meteen deze kant gezellig op. En wij wensen jullie gewoon, zoals altijd, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, maar gelijk even weer even dingen ready maken. Roos even nog even de vuilnis even aan het weggooien. Yep, en ik moet even wat doen. Yes, ook dat. Ja, we zijn lekker zo druk bezig. De afgelopen paar weken. Het is eigenlijk zelf om gek van te worden, zeg maar. Maar oké, maakt niet uit. Geeft allemaal niet. Nee hoor. Geeft helemaal niks. Maakt allemaal niet uit. Nee. Maakt allemaal geen ene pepernoot uit. Zeg maar. Zo, die daarin. Kijk, is dat mooi weg. Zo. Nee, schat. Ik heb er nog één. Heb je er nog één? Nee. Je hebt last met die deur aan het openen, hè? Terwijl het gewoon goed gaat. Dus, wel nee. Zo, oké. Kijk, nou zal ik jou wat laten zien en wat ik dus nou de hele tijd in beeld krijg. Ja, hier. Ja, vertel. Oké, nou dan ga ik hem aandoen. Ga kijken. Seat. Nee. Body service in 2100 kilometer. Schat, ja, dank je. Ja, is toch handig? Ja, dat is de olieservice. Ja. Valt kijk, gram, kijk. He? Alleen dat... Rijwegcontrole, ja. Ja, dus ik heb nou geen camera. Ja. Dus. In een auto is geen... Bus. Ja, rijden met die plusauto van je. Oké. Okay. Het was een plastic. Ik heb het in de gaten dat er iets van plastic was waar ik overheen reed. Maar dat maakt niet uit. Dat is iets van plastic, ja, jammer dan. Ja, plastic. Niet zo heel boeiend. Zo, haha. Zo. Hoe heb jij geslapen, schat? In mijn bed. Ja, in je bed, oké. Okay. Ja. Ja. Mooi. Hoop je toch? Hoop je toch? En ik ga vandaag weer even mijn auto wassen. Oh, ja, hij is echt vies. Ik kan er heel slecht tegen en dat mijn auto vies is. Echt waar. We zagen net dus een hele mooie auto buiten. En dat we dus naar de mal gingen, zoals waar ik dus nu sta, boven op het dak. Heerlijk in het zonnetje. Nou, inderdaad, ik heb hem even opgespoord, want binnen zag ik hem ook al dus naar boven rijden. Ik dacht, nou, dan ga ik zoeken naar deze hele mooie auto. Nou, ik heb hem gevonden. Laten we zien. 1, 2, bingo. Kijk hoe mooi. Kijk dan. Hij is gaaf hoor. Kikken. Kijk dan. Hoe gaaf hij is. Hij is gewoon bruut. Mooi groen. Met blauwe remschijven. Is gaaf hoor, echt heel gaaf. Kijk dan hoe mooi.
Dit is een beest, echt waar. Uit België. Hij is brutal, jongens. Kijk dan. Hij is gaaf. Ook helemaal afgewerkt vanaf hier naar helemaal naar voren. Zo gaaf. Zo mooi. Wauwie. Ja, ja. Het is een BMW M3. Ja. Kijk dan. Ah, dat is gewoon brutal dit. Echt kicken. Ja, 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 ja. Ja, we gaan weer eens even kijken bij de korting. Kortingen vinden we altijd leuk. Yep. Toch? Ja. Oh, daar ben je. Ik zag hem even niet. Korting vinden we altijd leuk. Korting, korting, korting. Daar leven we op. Korting. Want ja, alles wat duurder. Nou, in de daarin ook, ja. Ja. Dus, we gaan eens even om het hoekje loeren. Nou, niet zo heel veel. Nee. Niet zo heel veel. Kijk, nou vind ik altijd wel lekker. 2,50. Hé, hey, die wil ik wel meenemen. Hé, hey, 2,50. Lekker roepak genomen. 2,50. 5,50. Ik neem deze mee. Lekker garnalen. Hou ik daar niet van. 2,50. Dat vind ik niet zo heel duur. Voor garnalen. Een pak aardappelen. 50 cent. Ja, doe maar voor mij. Nou, het iets te eten. Snack groente paprika voor 50 cent. Huh? Snack groente paprika voor 50 cent. Ja, nee, die moet ik niet schatten. Ja, nou, of of ik. Nee, maar of en of ik dit pak voor een euro of ik heb die grote zak. Moet je verschil kijken qua hoeveel. Hier zit 200 gram in en daar zit 200 gram in. En daar zit 4,50. Meer. Meer dan dat samen. Hé. Hey. Goed uitgekiend, hè? Dat kan je wel. Nou, dus ja. Visijtjes, of lekker kaviaar. En gerookte vogelsalade, een euro. Nou, nee. Nou, nee. 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 Nope. Kun je water wat? Doen? Wat zei je nou? Kun je water doen, komen er visjes uit. Liggen eitjes. Ja, bijna wel, maar dat gaan we lekker niet doen. Nee. Gaan we niet doen. Nee hoor. Dus, en de stokbrood is op. Kijk, achter mij. Die hele rek is helemaal op. Ja. Is niet handig. Nee. Zo, mijn telefoon wordt even schoongemaakt. Ja. Helemaal goud. Helemaal goed. En gewoon met dit spul. Ja. Gewoon met dat spul. Ideaal. Lekker op zijn handen kijken. Dat is ook leuk. Kijk, nu zien jullie nog dit, zo, dit, en dan nu zien we nog eens. Satisfying ging hij ervan af, kijk. Hoe ziet hij eruit nu voor je? Hoe vind jij voor de tekst ervan? En daar zijn we dus net geweest. Yep. Yippie. Dus ja, we zijn dus inderdaad in de mal. En we gaan dus nu weer met de lift. Denk ik naar boven. Ik zal ze verrennen voor de lift. Voor de lift, voor de lift. Holy service. Ik vind het zo kut. Maar nou, maakt niet uit. Je moet handig dat je olie service krijgt. Ja, dat is heel handig. Ja, zit goed. Nou, dank je. Niet doen, lief. Please. Je moet goed zitten. Nee. Nou, zit. Nee. Nee, schat. Please. Nee, laat mij dat alsjeblieft doen. Nou. Ja, dan moet je even met je hand even omhoog. Gewoon even omhoog. Moet dat alsjeblieft daar even niet aan. Dus... Ja, toch al. Ja, nou en nou kan je weer zakken.
ik doen. Pries. Het moet goed zitten. Maar het zit voor mij nu goed. Ja, maar voor mij niet. Ja, dan heb je pech. Ik ben aan het rijden. Niet, en niet jij. Dus... Een pietje is geen bed. Nee, ook dat. Dat klopt helemaal correct. Maar oké, ze verkopen wat in een winkel. Ja. Hennep thee met kamille. Maar ja, de vraag is... als je het niet als thee gaat gebruiken, maar om te roken bijvoorbeeld, is het dan opeens illegaal geworden? Vraag me af. Ja, dat weet ik ook niet. Maar daarom ga ik wel even aan Laura vragen. Voor jou, hey, luister. Als ik dus dat ga drinken en ik word staande gehouden, hoe zit dat dan met blaastest? Blaastest voor alcohol? Ja, nee, maar gewoon een test. Weet je, ja, of je dan positief uitslaat? Het maakt even niet uit wat voor test. Gewoon een blaastest, weet ik veel. Ja. Of gewoon zo'n speekseltest van de politie als ze zoiets hebben van, hey, maar we ruiken iets. Ja, we ruiken iets. Ruik ook wel eens iets, dat is ook niet goed. Een blonde Trinola achter me. Trinola? Ja. Hoi! Hoi. Sorry. In een maar, Fiat. Maar ja. In hoeveel situaties mag je rechts inhalen en kan je alle vijf noemen? Nou ja, dat is voor even voor de kijkers. Kijkers toch? Ja. Ja, oké. Okay. En dat was inderdaad de kijkersvraag. De tweede vraag beantwoordt eigenlijk al de eerste vraag. Vijf situaties. Welke vijf zijn dat? Nou, bij die blokmarkering. Dus je gaat voorsorteren of een uitvoegstrook, dat is invoegstrook. Dan mag je rechts passeren. Ja, sorry. In het geval van iemand die geeft aan, links aan. Ja. Dan mag je er ook rechts langs. Ja. Bij een tram. Ja. Bij verkeerslichten, als je ze rechtdoor gaat allemaal. En jij bent toevallig eventjes sneller, dan mag je rechts voorbij rijden. En bij file. Zo ben je. Jij doet ook wel echt overdreven op soms ook, hè? Overdreven, ja. Dat is eng. Is dat? Het is eng en daarom zit jij ook zo chill naast me. Ja. Zit gewoon helemaal te engen. Ja. Nee, Annie die vond het eng met die bochten wel. Engie. Een andere kijkersvraag. Wat is 17 keer 19? Nou, dat is een rekensom. Ja. De meeste mensen denken dat de vraag is, hoeveel is 17 keer 19? Ja, dat vind ik een hele andere vraag dan, wat is het? Nou, dat is gewoon waarom hou jij niet genoeg afstand, jonge dame, van mij? Ik hou een heleboel afstand van jou. Anderhalve meter. Jeetje, Mina, neem maar, ze zat zo wat in me, net. Maar neemt twee hoogste priemgetallen onder de 20. De wat? De twee hoogste priemgetallen onder de 20. En met elkaar vermenigvuldigen. Ja. Dus dan moet je gaan nadenken. Je kan niet zeggen, ik deed het door 2, want dat kan niet. Moet je eens kijken hoe dicht ze op me staat. Dat is wel lekker. Godverdorie. Heel langs de rijden dat je op oranje springt en dan gaat doorrijden zeker. Ja, ja. Maar net niet. Nee. En door. Wat haal maar lekker daar kleven. Doei. Ach ja. Nee, ik breng jou nu eerst lekker naar huis. Kun je nog slapen? Oké. Okay. Het is al 5 uur geweest. Hè? Ja, daarom. 9 uur gaat de wekker weer. Yep. En ik breng je toch naar je werk. Kwart voor 10 vertrekken. Kwart over 10 kan de zaak zijn en half en half begint de dienst. Bij de sociëteit. Is leuk. Uh-huh. Ja, ik mag nou niet inhalen. Nee. Zijn er netjes 70. Kijk, dat het file is. Ja, maar dat is het niet. Het is een langzaam rijden in de file. Wat wel. Hard rijden in de file.
Hij gaat er tussenuit, helemaal goed. Kijk, je ziet waar die mee gaat nu rijdt, zeg maar. Die Volvo links, die gaat dan opeens naar rechts. Vlak voor. Yep. Nee, dan, maar... Dan ga ik even klaksoneren van let even op. Ja. En dan is het er al bijna, dan gaat ze nog richting aangeven. Ja, dat is handig, toch? Dus dan ga ik er langs move wegwezen met 130. Maar wat, Emma, wat ik eigenlijk gewoon fijner vind, ik weet niet of jij dat ook al gewoon doet, maar de normale regel is gewoon de 2 seconden afstand. Nee, ik hou ruim afstand, 3 seconden. Ja, luister wat ik wil zeggen. Ik zeg gewoon het CBR, dat en die zeggen gewoon de 2 seconden. Maar ik hou ook al op de snelweg en de 3 seconden afstand. Gewoon ook eigenlijk overal. Ja, en ook gewoon... zoals nu, kijk, ik vind het een hele mooie afstand. Ik ga er ook niet verder op. Kijk, wat ik dus doe, mensen... Kijk, ik ga nou draaien, want ik sta stil. Kijk, hier heb ik heel mooi ruimte. Nou, dat vind ik dus fijn... Stel er komt een calamiteitenvoertuig, dan kan ik netjes aan de kant. En als je er gewoon dicht gaat opplakken, net zoals hier achter mij. Die kan ook niet. Die kan je er niet of die kant op. Nee, dat kan helemaal niet. Want ik hou afstand en er zijn mensen die er gewoon op willen plakken. Hou afstand. Anderhalve meter. Gewoon 3 seconden. 1,5 meter. Juist, minimaal. Of zo. Minimaal, inderdaad. Ook als je stilstaat. Juist. Want hoe wil je als je stilstaat 3 seconden afstand houden? Dat snap ik dan weer niet. Nou, gewoon je afstand gewoon. Ja, 3 seconden. Ja, weet ik het. Dan 3 seconden extra stil blijven staan voordat die andere weg is? Of moet je zeggen van nou... Eigenlijk... Ja, nee, maar schat, dat is jij rekent dat weer om. Maar net zoals ik en ik hou gewoon netjes afstand dat ik meer kan zien en dan alleen maar de achterwielen. Ja, ik pleur je gewoon, pleur ook niet, maar ik zet je gewoon netjes af bij je portiek. Ik vind het helemaal goed. Oh, ik ga wel even wat sneller optrekken zometeen. Ik vind dit zo kut hier. Ja, doe het tot de stop. Wat denk je wat ik aan het doen ben dan? Tot de stop, zeg. Niet eroverheen. Het is ook rechts te breed, hè? Ja, ik zei het al tegen Laura. Ik zei, als ik het vlak kan doen, dan rijd ik gewoon rechtdoor. Gewoon rechtdoor rijden, dat is het anders. Als je gaat afslaan, moet je links of rechts aanslaan. Nee, maar daar is ik al. Deze is zo kut gewoon. Ja, het is raar ingericht. Het is zo raar. Het is middelstreep, zeg maar. Die gestippelde streep. Middellijn. Die staat heel ver naar links, heel raar. Ja, klopt. Dat blijft niet af. Nou, inhalen. Ja, je zat even een schijnwerking te maken. Ga je rammen? Nee. Ja, dat deed je dan? Ja, dan maar wel. Omdat ik even ging kijken van hoe ik reed. Ja. Ik zit er tegenaan. Het schiet natuurlijk niet op. Nee, jammer hè? Heel jammer. Ja. Oekraïne! En die hebben geld hoor, Oekraïne. Nee. Ja, die hebben geen hulp nodig. Nee, joh. Zelf wel financieren. Wel, ja, joh. Dus, maar wat wil je nog vragen aan de kijkers? Iets nieuws of zo? Weet ik veel? Ik weet even geen nieuwe dingen nu. De kleur blauw of zo? Weet ik veel. De kleur blauw. Wat voor kleur heeft blauw? Ja. Ja, nee, wat? Wel. Zo. Bestaat de kleur wit en bestaat de kleur zwart? Het worden kleuren genoemd, maar wit... Opa, waarom lopen wij daar? Ik vind dit... Die karretje aan het duwen. Ja, maar alsnog, ik ga even de wel... Kleur wit is eigenlijk een verzameling van alle kleuren licht die gereflecteerd worden op een oppervlakte. Zoals dit. Ja. En puur wit, dat kan je mooi zien met ultraviolet light, dat begint een beetje blauwer. Ja, maar gewoon eventjes maar de vraag... Maar nep wit, roken wit, dat geeft geen... Blauwe, nee, maar dat was ook geen vraag aan jou, maar dat was de vraag naar de kijkers. Van, bestaat de kleur wit of bestaat ook de kleur zwart? Dat is even een vraag naar de kijkers. Jij hoeft niet gelijk alles op antwoorden. Ja, kleur zwart. BWU 1, 2, 4, B.
Grappig. Is een Belg. Is een Belg. Ja, in België kan je een eigen kentekenplaat. Ja, maar waarom kun je dat hier niet? Ja, waarom kun je dat hier niet dan? Te moeilijk. Maar waarom is dat kentekenplaten zijn niet autogebonden in België, ze zijn persoonsgebonden. Ja, dat weet ik. Dat is de grap. Dus kan je gewoon een nieuwe auto kopen, de oude auto gaat weg en je kentekenplaten worden gewoon overgezet. Want in Nederland hoort het kentekenplaat bij de auto. Dan is het ik wou net zeggen, onderdeel van de auto geworden, vanaf die auto heeft dat kenteken. Ja, maar stel, je hebt een zwarte Seat Mii Electric. Ja. En ik ook. Ja. En ik ga jouw kentekenplaat namaken. Schat, kun je even je hand... Zet die op mijn auto. Hoef ik dan geen wegenbelasting te betalen. En alle bonnen die ik krijg, krijg jij dan. Dat is handig, hè? Ja. En verzekering. Dus als er iets meer is dat voor jou. Ja, klopt, correct. Alleen zit je nog met het chassisnummer. En het is bijzonder... heel erg fraude, zeg maar. Wat je aan het doen bent dan. Yep, klopt, correct, Moondood. Nou, dat was even gezellig met Ro in de auto. Ja, yes, toppie. Heel gezellig. En daar staan we weer. Dus kijk, hij is gewoon weer vies. En dat betekent... wasstraatje. Yep. Nou, dat gaan we maar doen, hè. Kijk, je ziet hier ook echt... overal... vette vingerafdruk op. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar... ik zie het wel. Kijk. Jo. En toen was hij schoon. Ja. Het vel is ook heel mooi schoon. Kijk, de achterkant is heel mooi schoon, zoals je kan zien. Helemaal geweldig. Helemaal top. Ja. Hij is heel mooi schoon. Hè, zo, mijn genade. Ik ben wakker geworden rond een uur of twee. Nou, drie uur was zo hier. Half vier de hondjes uitgelaten met Ro naar de mall geweest. Nou, dat hebben jullie allemaal kunnen zien. Daarna heb ik Ro naar huis gebracht. Ben ik gelijk doorgegaan om mijn auto schoon te maken. Heb ik nog even getankt. Ja. Bij mijn favoriete tankstation. En daar heb ik deze gekregen. Van mijn favoriete pompbediende. En deze heb ik nog nooit gehad, zeg maar. Dus deze wil ik eigenlijk gelijk met jullie proeven. Er zit dus wel prik in volgens mij. Geen idee. Ik ken het echt niet. Misschien dat jullie het kennen. Ik zou het bron niet weten. Nee. Maar ik ga wel even proeven. Licht en licht sprankelijk. Maar lekker. Lekker. Ja. Mmm. Ah, lekker. Nee, maar ik was ook in gedachten bezig met tanken. En hij liet me toch een partij schrikken, joh. Echt. Maar ik zal eventjes de adresgegevens van waar ik altijd mijn auto momenteel was. En waar ik dus tank, want dat is gewoon nog goedkope. Mocht jij dus ook nou dat willen en alles, dan heb ik, nou ja, dan kun je altijd die app downloaden. Ik zal ook die app even hieronder in de link neerzetten, is altijd handig. Jo, nou ik ben lekker mijn granaal aan het roerbakken. Ja, ook lekker. Wat ik dus vandaag heb gehaald bij de favoriete winkel. Ja, dat ben ik dus nu even lekker aan het doen. Ik ga zo meteen dat vocht weer even afgieten, want anders werkt het voor mij niet. Nee. Ik heb mama aan de lijn, maar die heb ik even op niet luidspreker. Even de rust voor jullie ook, want anders worden jullie continu helemaal knetterig. En daar heb ik geen zin in. Nee. Dus ik ga nu even deze vocht even afdruipen. Eventjes afvoeren. En dan ben ik er zo meteen weer. Yo, ik lig lekker op de bank. Lekker filmpje aan het kijken, serie van Ots. Ja. Dat is gewoon top. Met Tigo erin. Ik zou zeggen, hij is te bekijken op Videoland. Ga hem ook even kijken. Heerlijk. En ja, daarbij sluit ik wel gelijk weer deze vlog af, jongens en allemaal. Ja. Dus vond jij dit nou weer een leuke video? Leuke vlog? Een videodagboek? Ik zou zeggen, abonneer dan even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat even gelijk een leuke reactie achter.
En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.